een 18e eeuwse spa-waterfles in een houder in hout, helemaal vol hout. En die was helemaal zo vies, wit, ooit wit geweest, beschilderd. En we hanteerden die en daar brokkelde verf af. Dus grote paniek. Maar uiteindelijk kwam de originele polychromie die erop zit, kwam er onderuit. Toch geluk bij een ongeluk, zou ik zeggen. Dan hebben we de fles, die helemaal bol is, met alleen afgeplat aan één kant. Die ligt hier in deze houder. Omdat de kurk die erin zit, altijd in contact moet komen met de vloeistof. Als die zo zou kunnen bewaard worden, dan zou de kurk uitdrogen en erin vallen. Dus dat wilden we niet. Het is spa-water. Het heeft een heilzame werking. Elixir de spa en bitter de spa hebben zich geïnspireerd op deze fles, omdat vanwege de heilzame werking die aan die soorten likeuren werd verbonden, hebben ze dit model min of meer nagemaakt. En misschien nog een kleine tip voor mijn opvolger om even de bak waar de fles in ligt te laten restaureren en misschien om te kijken of er nog meer polychromie onder zit.